Waar hebben we Sylvia? Ze ziet er een beetje moe uit, vind ik. Ze heeft de winkel geopend en draait nu het bordje aan de deur van gesloten naar open. Vandaag ligt er geen post op de mat. Maar het lijkt wel of ze iets vreemds opmerkt. Ze loopt zo behoedzaam door de winkel. Ik denk dat ze het voelt, de magie van de afgelopen nacht, die nog een beetje in het boekwinkeltje hangt. De flarden van al die dromen, die zich ergens in de hoeken van de boekenkast verborgen houden. Ik ben zo benieuwd of het geholpen heeft. Maar hoe komen we daarachter? Misschien gewoon rustig afwachten. Mijn oude omaatje zei altijd, kind, geduld is een schone zaak. Hebben we de eerste krant van deze dag al. Maar wacht eens. Deze jongeman komt me heel bekend voor. Volgens ons verhaal is dit B van Oranje. Maar het is niet de B van Oranje die ik in gedachten had. Deze is veel leuker. Ach, omaatje toch. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dit is wel heel vreemd. Zo ken ik Sylvia niet. Meestal is ze heel behulpzaam. Maar nu laat ze deze jongeman zomaar aan zijn lot over. Zou ze hem misschien leuk vinden? De situatie wordt bijna een beetje ongemakkelijk. Maar ik kan niks doen. Ik ben maar een gewone verteller. Ja, ja, dat weten we toch nog wel. Dat is die ellendige brief over de huurverhoging. Maar wat moet hij ermee? Hij heeft er toch niets mee te maken? Dat het 3%
niet. Dit is een schandaal. Die boekhouder van mij heeft gewoon die handtekening gevalst. En daar gewoon een rekening van 3000 euro van gemaakt. Weet je wat we met deze brief doen? Weg van mij. Hup. Goed te maken voor jou, want je hebt ongelooflijk in de stress gezet. Heb ik een cadeautje voor je gekocht? Alsjeblieft, wij. Nou, dan zijn we geen uur nodig, dames en heren. Hey, take me, leave her, hey, take